Yo mensen, tof je kijken naar Grieven op mijn kanaal. Dit is een allesof video. Ik wil dit toch even maken om jullie te waarschuwen hiervoor. Want ik ben dus opgelicht op tweedehands. En het gaat eigenlijk als volgt. Hè. Dus ik had een camera. Hebben jullie gezien dat ik van een camera had. En die stond op mijn tweedehands. Iemand had erop gereageerd. En die wou ik komen halen en kopen. Die kwam dus. Het weekend kon ik alleen. Kom die langs. En ik zei, ja, kom maar. Omdat ik niet zelf een computer of een laptop of zo, een goede werkende laptop of computer, kon ik niet gebruiken. Dus ik moest het op een laptop doen. En die ik nog had liggen, die van mij was, van 10 jaar oud of zo. Die was 10 jaar oud, van de Aldi, van Medion. Ja, en die was zo traag. Ja, glitches was zo traag, maar ging niet. En die persoon wil, ik ga geen namen noemen, maar die persoon wil kost wat kost het beeld zien, de pixels zien, en dat werkte gewoon niet. Toen zei hij, ja, ik vroeg er 240 voor. En hij zei, 50 niet meer. Hij leefde tot bij 50. 50 euro betalen, niet meer, want ik kon het beeld niet zien. Ja, ik wou al niet, want ik moet ook een beetje mijn geld terugverdienen. Uiteindelijk heb ik dan gezegd, ja, 50 is goed. En dan is ze nog naar de bank gereden. En heeft daar 50 gehaald. En dan heb ik 50 gekregen voor iets wat ik 240 vervoeg. En toen zei hij, heb ik nog een statief? Ja, ik had nog een statief, die was een beetje geplakt. Maar ik deed het nog goed, want ik had de plakband eraf gehaald. En ik was de hoogte goed, er was niks aan. Ik had er voor mij 50 of 60 euro, pak 55 euro ervoor betaald. Hij zei 5. Hij wil maar 5 geven. 5 of 10 wil hij geven en toen begon het pas. En want hij wil dan via QR-code betalen en ik ben niet dom. Ik ben niet dom. Hij zei, ja, ik ben ook niet dom. Maar hij wil via QR-code betalen en mijn ding was wat later. Dus als ik nu even snel laat zien. Dus kijk, eigenlijk dan hier. Ik ga naar de bank, ik ga naar ontvangen, hier veel deze geef ik pakt 20, meer dat boeit niet, volgende. Dit moest gescand worden, die QR-code. En ik wist wel dat je dat gescand, want dan begint het te laden, te draaien, dus dan draai je het rond. En dus als die eenmaal gescand heeft, moet hij nog bevestigen en dan draait hij rond. Maar ik kwam niet op te staan van... Ik kwam niet op te staan van transacties succesvol of geaccepteerd of ik veel. Hij kwam even niet op te staan en het bewijs dat er betaald is. En hij zei, ja, ik heb betaald. En daarna had ik nog micro's willen kopen, zo die ik nu ook op heb. Zie van deze. En zie, zo van die draadloze micro's. Die had ik nog ook erop gezet. Ik heb nog eens andere. Die heb ik dus ook opgezet. Mijn vorige. En daar wil je ook weer veel minder voor betalen. En ja, toen ook met QR-code, ook weer hetzelfde, bleef laden. Ja, en dus, en ik dacht, ik ben dom, hè. En dan wou ik dus de micro's afpakken. En nee, ik heb betaald, je gaat niet afpakken. Ik heb ook gezegd, moet ik de politie bellen, al die zeven. Dus jongens, wees voorzichtig met oplichters op online of tweedehands. Of als je ziet wat moet de mooiste waarde zijn. Eigenlijk om te zeggen, als jij die prijs niet wil betalen, dan krijg je gewoon niet mee. Dat is gewoon simpel. En die haalde me toch over. Ik had dat ik niet moeten doen. Dat je dan daar is de deur, moet ik zeggen, of zo. Maar, ja. Hij zei, ja, de statief wil ik kopen. Ik wil hem per se kopen, zei hij dan ook. En de microfoons, ik wil die per se. Ik ben er al lang naar op zoek. Ik wil ze hebben. Ja, uiteindelijk heb ik dat toegegeven, maar dan moet je echt gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ik heb nu een fout gemaakt, ik hoop niet dat jullie als kijker een fout erin gaan maken. Want als ze gewoon veel te laag, ze willen hem ten eerste al heel graag hebben, dan vind ik dat ze zelfs meer mogen betalen. En als ze meer graag willen hebben, dan voor een appel aan mij, nee, zo werkt het niet. Dat heb ik nu uitgeleerd, en volgende keer, als er nog eens gebeurt, dan zeg ik gewoon, daar is de deur, je hebt nu al iets boos gekocht, wat goedkoper is dan normaal, en ja, dan heb je pech. Gewoon, soms moet je hard zijn, ook al zijn ze heel lang naar op zoek, bij hun in de buurt, ja, dan moet ze meer betalen, denk ik dan.
Dus ja, dus ik heb een statief en micro eigenlijk gratis weggegeven, die eigenlijk samen €90 waren voor de prijs. Wat ik ervoor vroeg, als ik de hele prijs zou krijgen, was €90 tezamen. En dan, ja, en dan die camera, die 240, dus eigenlijk €190 ook al goedkoper. En ja, dus ik heb eigenlijk €280 eigenlijk verlies gemaakt door hem. Dat is echt gewoon zuur. En ik hoop, alsjeblieft, deel deze video met de politie, maakt niet uit, met de FBI. Oh, ja, dat is er niet, maar oké. Deel met iedereen. Ben jij daar, politie? Contacteer me. Zakelijk e-mail staat in de beschrijving. Of management e-mail staat in de beschrijving. Of stuur me op Instagram. Linkje daarvan staat ook in de beschrijving. En alsjeblieft, los er voor me op. Maak er werk van. Wie het ook ziet. Alsjeblieft, kijkers, help mij. En zijn naam is, als je iemand tegenkomt die Kuikentje noemt, die heeft op dit moment een elektrische step op zijn account staan. En ook nog echt letterlijk kuikentjes, dierlijke kuikentjes, heeft er ook op. En dan 10 kopers, 2 gratis, of hij maakt ook van die dingen. Als je op zijn account ziet, is van Kuikentjes en een step en hij heet Kuikentje. Alsjeblieft, meld hem, allemaal Marcel zegt dat hij een oplichter is. En dan kun je misschien zijn account naar beneden halen en kunnen we hem misschien laten oppakken en krijg ik mijn geld misschien terug. Misschien moet hij dan betalen met een schadevergoeding of zo. Zorg dat hij dat hij gewoon de hele prijzen betaalt met een schadevergoeding. En dan mag hij van mij parten, wil ik geen klachten indienen als hij gewoon, als we overeenkomen, dat hij mij gewoon het geld geeft met een beetje schadevergoeding, wat ik dan nog gekozen pak, 100, misschien zelfs €200, want dat is niet normaal dat je oplegt. Dan doe je geen klachten en dan mag je gewoon verder met je leven. Maar als ik gewoon mijn geld terugkrijg, ben ik al lang blij. En dan wil ik gewoon ook hem duidelijk maken, oplichten is niet oké, oplichten doe je niet. En alsjeblieft, leer eruit en doe het niet meer. En gebruik tweedehands, waarvoor ik bedoel, dingen kopen, realistisch bieden, al is even. Dan kan ik er mijn leven. Dus als je het tegenkomt, stuur berichten op hem of spam hem vol. En hopelijk krijg ik mijn geld terug met een schadevergoeding. En dan denk ik voor de rest geen klachten. Dus, dan weet jullie dat ik ben opgeleid op tweedehands, wat echt nu op dit moment heel zuur is, maar ik hoop dat ik ooit mijn geld ga terugzien. En dat ik gewoon een schadevergoeding erbij krijg. Dat hoop ik gewoon, meer wil ik niet. En dan weet jullie dus, ja, dat is niet fijn opgeleid worden. Maar goed, doen we dat. Bedankt voor het kijken, op de leuk vond ik. Komt nu in beeld, dan ben je 81,6% niet geabonneerd. Bij iedereen klik ze nu op de rode knopje, maak dat grijs, alsjeblieft dat je abonneer bent. En ik heb graag terug bij de volgende video. En dan was dit dus de video, dat ik ben opgelegd. Wat not fijn is, niet fijn. En dan snel er zo laten zien. Mijn kaartschuffelmachine, hier doe je kaart in en deze. En dan moet je op de knop duwen. Dan zijn je dan knop duwen en dan schiet je voor jou automatisch. Maar je dat te zijde. Dan ben ik hier nogmaals en alsjeblieft spam die oplichter vol en als je dit tegenkomt dan mag je ook gewoon vol spammen en ook gewoon zeggen als jullie iets verkopen door Hans, vraag ook wat meer zodat hij maar moet betalen. Hij moet betalen vind ik, net lijkt de boetes, uit boetes leer je vooral, dus laat hem flink betalen aan jullie of misschien check ook mijn PayPal donatie in de beschrijving. Als jullie PayPal hebben, doneer me dan vrijblijvend om eventueel het geld terug te verdienen. Dat mag ook uiteraard doneren op mijn PayPal link. En eventueel als je meer geld vragen aan hem, doneer dat dan naar mij ofzo. Of doe het in mijn naam. Als je hem tegenkomt, koop het van hem ofzo. Of vraag überhaupt gewoon geld en hij moet dat betalen. En dan doneer daar een deel van voor jullie, want jullie moeten doen ook voor jullie een deel. En doneer dan de helft of zo, of 60% of 70% aan mij. En dan kunnen we daar iets leuks mee doen. En dan kan ik weer verder, want dat is echt niet normaal. Oplichters, jongen. Ik had echt veel harder moeten zijn en veel. Ik heb ook een voorbeeldfunctie van wat ik met YouTube doe. Dus dan moet ik proberen rustig te blijven, maar gewoon als zo mensen er zijn, dan mag je wel op een leven manier dan terug te iets doen. Dus dat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat je nu even meer hier beneden. En je weet hoe het staat. Toen hier mag. Om mij terug te helpen. En dus bedankt. En dan proberen we iemand van de kijkers te zijn. Proberen hem gewoon een taakstraf te geven of zo vind ik het.
Zie maar, dan zien we dat. Oké, en tot de volgende video, zeg ze altijd. Later.